In deze tijd is het zo dat we plannen heel belangrijk vinden. En dat met name lange termijndoelen en dan, dan gaan we daar naartoe werken voor die lange termijndoelen. Maar op het moment als we het over het geloofsleven hebben, dan steekt dat opeens anders in elkaar. Onze langere termijndoelen wordt nou, dat zullen we dan nog wel zien. Of dat wordt nou, het zal mijn tijd nog wel even duren. We hebben nog de tijd. En ondertussen hebben we het natuurlijk al wel. Dat geloof. We hebben het gekregen, dus de ticket to heaven dat is gereserveerd. Ik heb een plaatsje, geen probleem. De Heer Jezus Christus is voor mij zonde gestorven. Dus ik kan mijn tijd wel uitzitten. En tegelijkertijd merk je dat je lauwer wordt. Merk je dat dat geloofsleven veel minder impact heeft... dan dat dat normaal zo zou zijn. En hoe komt dat? Dat heeft alles met onze voeding te maken. Op het moment als wij denken dat we om vier uur kuppen soep nodig hebben en eigenlijk een zakje bomvol met zout, dan kan dat hartstikke lekker zijn, maar het kan je lichaam niet versterken. Het heeft niet de gezonde impact op dit moment. Er zijn mensen in de gemeente die hier veel meer van weten als ik en die ook een veel beter gedrag vertonen op het gebied van voedsel en tot zich nemen als dat ik dat doe. Vandaag neem ik jullie mee dat geloven eigenlijk een recept is wat we dagelijks moeten tot ons nemen. En het voordeel is voor ons allemaal dat we tegenwoordig, als we welke supermarkt dan ook binnenlopen, als die niet uitverkocht is, dat we een soeppakket hebben. Er liggen dan van die kant en klare pakketten. En dat hoeft niet alleen voor soep te zijn, maar voor soep is dat ook ideaal. En dan neem je dat mee, dan reken je dat af, jongens en meisjes. En als je dan zo'n soeppakket hebt, dan zit alles in dat pakket. Zoals je dat hier ziet, er zit een wortel in, er zitten uien in, dit wordt tomatensoep, dus tomaten, dat lijkt me logisch. En op het moment dat je dat met groentesoep doet, dan heb je allerlei groenten voor de groentesoep. En zo kun je met het soeppakket soep gaan maken. Een beetje knoflook erbij, dan gaan de mensen om ons heen ook merken. Dus dat is, dat is geweldig. Maar als we het dan hebben over het geloven, dan kiezen we vaak voor een zakje zout in plaats van zo'n pakket. Vandaag wil ik jullie oproepen om eigenlijk te denken, jongens, geloven, mijn geloofsleven, dat is gelijk aan het werken voor een soeppakket. En ik neem jullie mee in de Peterisbrief. Petrus stelt eerst zichzelf voor. Hij zegt: Ik ben dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Ik ben slaaf, hij is mijn Heer. En ik ben apostel, ik ben gezondene met een boodschap. En jullie moeten weten: Petrus die heeft het hier niet over een lange termijn planning. Dat, je, dat hij zegt: Van jongens, vandaag bereiden wij de, dit. En morgen bereiden we dat. En overmorgen koken we. Enzovoort. Maar hij geeft iets wat we nu moeten bereiden. En nu tot ons moeten nemen. Petrus zegt: Ik ben nu gezonde... En ik ben hier niet lang meer, ik zit gevangen. Mijn oordeel die, die, die is uitgesproken en ik wacht het vonnis af. Petrus wacht in de gevangenis op het voltrekken van het vonnis, namelijk dat hij gekruisigd wordt en dat hij zegt: Doe dat niet zoals mijn Heer, kruisig mij maar op de kop. En dan gaat hij de gemeente een brief schrijven en dan schrijft hij niet, oké. Okay, uh, Willen jullie voor me bidden? Ik zit in zoveel problemen en in zoveel nood. Het gaat helemaal niet goed met mij. en Oh, ik moet, zometeen word ik gedood. Heb, heb medelijden met mij. Bid je knieën plat voor mij. Nee hoor. Als Peter dan die brief schrijft, dan schrijft hij die met het oog op de gemeente en dan, dan zegt hij, ik heb jullie een boodschap te vertellen. En dat wil ik dat, je, dat het achter jullie oren komt en dat zelfs nadat ik weggegaan ben, jullie weten het nu al want ik vertel het nog een aantal keer, en dat als ik weg ben, als ik heen gegaan ben, naar God gegaan ben, dat jullie het weten. Wat moesten die tweede generatie christenen weten? Nou, die moesten weten. Dat het geloof 100% een gift van God is: een cadeau. Petrus die, die zegt: van dat pakket is geschonken. Alles wat tot het geloof en de godsvrucht behoort, is je cadeau gedaan. Alle ingrediënten heeft God gegeven. Dus op het moment als wij ergens mee aan de slag gaan, broeders en zusters, met het geloof, heeft het niet zo te maken van dat wij iets in onszelf op moeten kloppen wat van onszelf is. En dat we kunnen zeggen. ja, dat ontslaat mij van de verantwoordelijkheid, want ik heb het niet. Nee. Je hebt het alleen niet als je ongelovig bent. Want God komt in zijn genade naar ons toe door het volbrachte werk van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest. En hij zegt: ik bied je iets aan. Hier, geloofspakket. Alles zit erin. En op dat moment pak je dat aan. En dat hebben we met elkaar gedaan, mag ik hopen. En anders hoop ik dat je het vandaag aanpakt. Gods genade-geloofspakket. En dan pak je dat aan en wat, wat, wat doen we? We denken: nou, dat is toch heel aardig. Dat is perspectiefvol. Dat is gezond. Dat is gaaf. We zetten het weg. Lekker weg, zet heel. En vervolgens denken we, ik heb, toch, ik heb toch wel behoefte in mijn geestelijke leven aan iets, zeg maar. We, we, we doen weer een zakje zout, met troep erin. Maar God zegt, voor nu, voor dit moment, geef ik jou een soeppakket. Ga ermee aan de slag. Dus de kostbare belofte die hij geschonken heeft, is niet om stof te laten happen. Want als je een soeppakket... Gewoon jaar en dag in de kast laat staan, jongens en meisjes, dan staat er niet alleen een laag stof op, maar er zit er ook een laag schimmel op en in. Het is helemaal verrot. Het is iets wat nu actief bereid moet gaan worden. En dat zie je ook. Dus nadat we zeggen: heren, dank u wel voor dat geweldige geloofspakket wat u ons gegeven heeft, dan zegt Petrus: daarom moet je er met alle inzet op toeleggen. Dat betekent schort om en aan de slag gaan. Niet de waterkoker aan en een zakje erin. Nee, weg met, die, uh, met dat gebeuren. We gaan ermee aan de slag. Dus met alle inzet op toeleggen. Mes in de hand, schort om. En vervolgens gaan we snijden. Wat gaan we snijden? Nou, we, we beginnen met eentje: om bij het geloof de deugd toe te voegen. Het geloof is het vertrouwen op God. hè. En daar voegen we de deugd aan toe. En op het moment dat we de deugd aan toevoegen, de deugd zijn eigenlijk de, de goede daden. En dan zeggen Ja, toch goede werken, zie je wel? Nou, ho, ho. ik zei de goede werken. God heeft het allemaal al gegeven. Hij biedt het ons cadeau aan. Wij mogen ons op toeleggen met wat hij aanbiedt. En Paulus, die zei het al: dat we de goede daden mogen doen die God voor ons heeft voorbereid. Dat we daarin mogen wandelen. En zo leggen we ons erop toe: actief gaan snijden, actief mee aan de slag gaan. En, en zorgen we dat we daar ons op toeleggen. Met die deugd. Met die goede daden. Nee, niet in de planning. Volgend jaar dan ga ik goede dingen doen voor de gemeente en voor anderen. Voor God uiteraard. Nee, nu. Heer, ik heb een nieuwe dag van u gekregen. Ik mag met het pakket wat u mij aanbiedt aan de slag gaan. En ik mag bij, mij met alle inzet op toeleggen om bij het geloof de deugd toe te voegen, de goede daden. Heren, wat kan ik vandaag doen? Wat heeft u in petto voor mij? Wie mag ik ontmoeten? Wie mag ik goed doen? En zo mag je je daarop toeleggen, om bij het geloof de deugd toe te voegen. Later gaan we dat natuurlijk afmaken, maar uh, het begin gooien we er alvast in. We voegen het eraan toe, bij het geloof de deugd. En Peterus zegt, voeg bij de deugd, voeg daar de kennis aan toe. Dus op het moment, als we, dan, dan moeten we iets nieuws pakken, daar moeten we kennis aan toevoegen. En als we dat doen, dan uh, moeten we daar ook weer met alle inzet op toeleggen. Dat betekent toegewijd actief ermee aan de slag gaan. Niet op de langere termijn, nu. Leef je geloof vandaag. Hoe? Door je toe te leggen op kennis, met alle inzet. Kennis is rationeel, dus dat we Gods woord gaan lezen... En dat we daarmee aan de slag gaan. Dat we zeggen, Heer, als, als ik uw woord vandaag lees, mag ik iets meer van u kennen en iets meer van u begrijpen? Laat u zelf zien, alstublieft, vandaag. En dan leer je meer kennen over wie God is. Maar voeg er ook naast de kennis, ook relationele kennis aan toe. En dat is belangrijk om naast rationele ook relationele kennis, want we zijn niet gemaakt om alleen maar meer over God te weten, maar dat meer over God weten doet verlangen naar meer in verbinding staan met deze geweldige God die we dan meer hebben leren kennen. Dus jongens en meisjes met alle inzet op toeleggen, Heer Jezus mag ik u meer kennen, waarom bent u zo mooi? U bent zo groot dat ik me in mijn hele leven over u kan verwonderen hoe goed u bent. En volwassenen, op het moment als we dan lezen, wat staat er eigenlijk in de grondtekst? Als God tegen Abraham zegt bijvoorbeeld, ik ben de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan staat er eigenlijk, ik ben El Shaddai. Ik ben de God, bijvoorbeeld die van de moederborst, die voorziet. Ik ben ook de Almachtige, dat, dat betekent El Shaddai ook, de alleenheerser. Maar ook die moederborst, die, voorziet in, die alleen voorziet in dat wat nodig is. Zeg ik wat het letterlijk betekent. Hè? Ik alleen ben nodig voor jou. God alleen genoeg. Heren, in u vind ik mijn genoegen en daar wil ik mij met alle inzet op toeleggen. En op het moment dat ik dat niet doe, nu, vandaag, niet morgen, vind ik het leven niet. Dan is mijn dag weer dood. Dus ik leg me met alle inzet, leg ik mij erop toe. En zo gaan we door. Naast de kennis zie je dat daar ook godsvrucht aan toegevoegd wordt. De godsvrucht, de vruchten die bij God vandaan komen. En op het moment dat we dat doen, de godsvruchten eraan toevoegen, dan leggen wij ons daar met alle inzet op toe. Dat wat God in ons leven gegeven heeft, op heeft laten bloeien door de Heilige Geest, dat de omgeving van de vruchten van God mogen plukken. Zoals je pluktuinen hebt. Wees een pluktuin waar mensen het goede vandaan kunnen halen. Jij mag uitblinken in Gods vrucht. Niet vanwege jou, maar vanwege dat je met alle inzet erop toe mag leggen. Dat er werk in jouw moestuintje is. Jongens en meisjes, heb je dat ook van. De, ik denk dat dat van de Albert Heijn is, hè? Van die moestuintjes. En dan, nu doe je daar zaadjes in en dan komt daar vanzelf jouw moestuintje uit. Nou, dat is eigenlijk de vrucht die daaruit komt. Daar mag je je op toeleggen. Als ik kijk naar Joelle, mijn dochter, is ze daar zo gepassioneerd mee bezig. Met dat toeleggen. Op vrucht. Leg je zo ook met alle inzet en precisie toe op gods vrucht. Verzorg dat wat je van hem gekregen hebt. Maar dat niet alleen. Ook uh, zelfbeheersing. Peterus zegt: het is zo belangrijk dat je jezelf beheerst. Want wie zichzelf beheerst, is sterker dan wie een stad inneemt. hebben we al van Salomo geleerd. Dus jezelf beheersen is zo belangrijk, dat, uh, dat we daar ons met alle inzet op toeleggen. Dat we niet mijn eigen lusten leven, niet het ikke-ikke-ikke leven, maar dat we leven voor ik ben, voor zijn doelen. En dat we ons dus weten te beheersen wat onze eigen verlangens betreft. En dat we gaan leven zijn verlangens, zelfbeheersing. Hoe zit dat bij jou? Heerst alle gevoelens in jou, heerst dat over jou? Of onderwerp je die met alle inzet? Leg je je daarop toe? En voeg aan die zelfbeheersing, voeg daar ook volharding aan toe. En dat is ook niet een planning, een lange termijn planning, maar dat is nu. Volharding, dat betekent gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Doorgaan in dat goede. Heer, u heeft mij deze nieuwe dag gegeven. Ik heb ingezet met u en ik zal blijven inzetten met u. Ik ga erop door. En dan is het ook wel misschien mooi om te weten dat die volharding... Um, dat dat eigenlijk betekent, letterlijk vertaald, eronder blijven. Dan zou je zeggen, waaronder? Nou, dat, is, dat is, um, uh, kan ik je uitleggen met het uh, beeld dat de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En dan zegt hij erachteraan, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Neem mijn juk op je. Dat, dat was een juk, jongens en meisjes, en dat was, had je twee koeien en bijvoorbeeld iets daarachter, een ploeg of wat dan ook, en die moest rechte sporen trekken. En dan pakte de boer een hele ervaren koe. Een koe die gewoon wist hoe dat moest, die niet meer alle kanten opsprong. En die pakte daarna een bedkoe die alle kanten opvloog, jong en, 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 en ongetraind. En die zette die onder dat juk van die ervaren koe. En zo leerde die jonge koe naast die ervaren koe rechte sporen trekken. En niet alle kanten opvliegen, want het deed het een pijn. En zo zegt God: blijf er maar onder. Blijf maar naast Jezus lopen. Wandel voor mijn aangezicht. Wees oprecht. Blijf, blijf maar wandelen voor mijn aangezicht. Vol hard daarin. Vandaag. Vanmiddag. Vanavond. Morgen. Dus voeg bij het geloof de deugd de goede daden en bij de deugd de kennis en bij de kennis de godsvrucht en bij de godsvrucht de zelfbeheersing Ik haal de volgorde iets door elkaar en bij de zelfbeheersing de volharding je ziet het allemaal ingrediënten en ondertussen kijk je en dan denk je van oh wat een geloofsoep komt hieruit wat gebeurt er veel? Maar dat is niet het enige. Het is niet alleen die, geloofs, die godsvrucht om daarop toe te leggen als een soort gist wat het laat reizen. Maar het is ook nog, zet je in met alle inzet voor de liefde van je broeders en zusters. Een nieuwe dag. Ik mag opstaan. Het geloofspakket laat ik niet achterloos bij me neerleggen. Het is belangrijk geworden voor mijn leven. Dit is het gezonde wat ik moet leven voor God. Hier word ik gelukkig van. Dus de liefde voor de broeders en zusters, daar wil ik me met alle inzet op toeleggen. Het is grappig dat Peter dat zegt, hè? met alle inzet erop toeleggen op de liefde voor broeders en zusters. Ik mag er met alle inzet op toeleggen als ik een hulpvraag krijg. Om mijn agenda en mijn punten aan de kant te schuiven, want dat is wat liefde doet. Dat offert op. En dat ik zeg, oh, ik ga me erop toeleggen. Om zoals die knoflook, zeg maar, om die, om die klaar te maken. Om daarmee aan de slag te gaan. Om, om te zorgen dat dat helemaal doortrekt. En dat, nou nu ruikt knoflook niet zo lekker, maar dat de lucht van de liefde voor iedereen, voor, voor de broeders en zusters, dat dat aangenaam zal zijn in de gemeente. In coronatijd is dat best lastig geweest. Toch hebben mensen dat gedaan. Afgelopen week ben ik in het zonnetje gezet door um, Tessa en Lydia en een hele groep jongeren. Ze kwamen met uh, drie taarten bij mij thuis. Vanwege dat wat ik in de afgelopen tijd voor anderen mocht doen. En ik dacht, ze hebben de verkeerde persoon te pakken. Eigenlijk, en daarom zeg ik het nu, zijn zij degene die. Uh, die taart moeten krijgen. Waarom? En met, met hen vele anderen. Omdat zij door heel die coronatijd al die jongeren structureel opgezocht hebben. Hun hart gingen naar uit, hun zorg gingen naar uit. Ze waren toegewijd daaraan. Voorbeelden in, met alle inzet je erop toeleggen, op die, op die liefde voor broeders en zusters. En hoe kan het liefde zijn als er één gebrek leidt en de ander die heeft daar geen omkijken naar? Dat kan niet. En daarom broeders en zusters leg je daarop toe op het leven van de liefde voor elkaar. Dit doe je voor God om serieus te nemen dat wat Hij je aanbiedt. Die kerngroepen is niet zo van nou, ik kan daar niet zoveel uit halen, dus nog, ik kan wel een keer skippen. Nee, die kerngroepen is als jij er niet bent, mist de kerngroep iemand. Mist de kerngroep wat? En daarom ik wil je echt vragen ik kan het niet anders dan hier, hier ook te vragen om je daarop toe te leggen in de komende tijd, als we weer live bij elkaar kunnen komen. Hoe, hoe bekering is dat eigenlijk, hè? als je meer dan een jaar lang thuis kon zitten en het je zo tot je kon nemen? Als een soort uh, restaurant die het elke keer aanbelde en bracht het bij. Je. En dat, dat er nu van je gevraagd wordt, kom tevoorschijn, draag mee, deel uit. Leg je erop toe. Broeders en zusters, de liefde, leef die. En dat niet alleen. Petrus die zegt nog iets, hij zegt: uh, leg je er ook op toe, op de liefde voor iedereen. Het is als het ware de bloem: de bloem op uh, dat wat gemaakt wordt, de, de afwerking daarvan. Die geurige kruiden, die ook een beetje als sier er bovenop zitten. Maar, maar zeker een functie hebben. Als je kijkt van wat dat voor functie heeft. Indrukwekkend. En zo mogen we ons daarop toeleggen. Op liefde voor iedereen. Zodat de mensen niet alleen zullen zeggen, moet je eens kijken hoe lief ze daar in de wegwijze elkaar hebben als broers en zussen. Maar ook de liefde groeit te perken te buiten. De liefde die gaat, die gaat letterlijk heel almere buiten in. De liefde stroomt almere haven in. Het stroomt naar de buren. Het stroomt waar het ook allemaal niet heen kan stromen. En meestal is dat de plekken waar de scheuren, waar de gaten, waar de gebrokenheid is. Daar kan het water altijd heen stromen. Hè? Nou, zo kan de liefde ook stromen. Gewoon de maatschappij in. En zo zegt Petrus. Niet opkloppend vanuit jezelf, maar dat wat Jezus je aanbiedt. In het geloofspakket. Pak het vast. Neem het. Hierin vind je alles. En leg je erop toe. Niet een lange termijn planning. Maar nu. Vandaag. En morgen weer. Want morgen wil je ook weer gezond eten. Zo ook voor je geestelijk leven. Voeg bij het geloof. Voeg daaraan toe de deugd. De goede daden. Voeg daaraan toe. De kennis, rationeel en relationeel. Voeg eraan toe de, de volharding om erin door te gaan en de, en, en de zelfbeheersing. Voeg eraan toe de godsvrucht. Voeg eraan toe de liefde voor de broeders en zusters. En voeg eraan toe de liefde, de bloem, de kroon daarop. Eigenlijk de diamant, de liefde voor iedereen. Agape staat er. De gevende en niet vragende liefde. Als je dat doet. Peter is die zegt het hè, vanuit de gevangenis. Als je dat doet, ik ben er bewijs van, hier in de gevangenis, dan, uh, dan zul je niet alleen nu stralen, maar dan zal je een hartelijk welkom geheten worden als je het Koninkrijk van God binnenloopt. Dan zul je niet alleen nu geloofsgroei krijgen, dat mensen het van je af zien komen. Maar dan zul je ook op het moment, als je bij aankomst van de Heer Jezus, dat de rode loper uitlicht. Dat er een hemels muziekteam van engelen klaar staat. En dat ze juichend beginnen te spelen, zeg maar. De rode loper staat klaar en de koning staat in de ingang. En hij zegt, welkom, welkom in mijn koninkrijk. Leg je er met alle inzet op toe, met wat hem alles gekost heeft en hij je in genade aanbiedt. Wees ermee bezig. Ga er niet achterloos mee om. Want als je dat doet, zegt Peter is ook heel eerlijk, ja, dan uh, ben je dom, dan ben je kortzichtig. Dan ben je letterlijk echt stom bezig. Want dan ben je je reiniging van je vroegere zonde vergeten. En dan leef je als het ware als een varken. En dan ga je ermee om. Je, je nuttigt afval en je laat het kostbare van het Koninkrijk liggen. Petrus zegt, ik zal niet nalaten jullie hieraan te herinneren. Groei in de genade en in de kennis. Hoe? Door je met alle inzet erop toe te leggen in dat wat hij aanbiedt. Ik herinner je eraan. Nu ik nog in deze tent woon. En daarmee gebruikte hij het woordje de herderstent. Die eigenlijk met, uh, met één hand om de rij opgezet, maar ook weer afgebroken is. Het is een teentje van niks. Maar het was precies als je onderweg was als herder. dan kon je, werd het opeens donker. kon je die tent neerzetten en ging je daar slapen. Een herderstent. Maar als het licht werd, als het tijd was. pakte je die tent. die rolde je op en die nam je zo mee. Hij zegt: Die tent wordt snel afgebroken. Binnen, binnen no time ben ik weg. Dit, onthoud dit. Zodat je groeit in de genade. en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En wat. Zou ik het geweldig vinden, broeders en zusters, als we ons hierop toeleggen. Niet omdat we dan een preek van Bert in de praktijk hebben gebracht, maar omdat we dan God gehoorzaam zijn. En omdat we dan serieus aan het werk gaan met wat Jezus heeft bereid. Heren, laat mij hierin blijven. Laat me hierin groeien. Laat me hierin bloeien. Zonder u kan ik niet. Met Zonder wat u aanbiedt kan ik niet. Maar laat me het serieus nemen. En dat is mijn gebed voor jou. En ik uh, wil daar samen met jullie ook echt letterlijk om bidden. Zullen we een moment stil zijn? Heren, ik bid u dat en ieder die nu gekeken heeft. Iedere keer bij het maken van soep of bij het langslopen langs de soeppakketten, als we niet eens van soep houden, dat we het een, een herinnering van uw heilige geest zal zijn. Leg je er met alle inzet op toe met dat wat mij alles gekost heeft. Concreter als dit kan u niet zijn. Het ligt letterlijk voor handen om ermee aan de slag te gaan. En ik bid u, heren, dat we ons met alle inzet in de gezinnen hierop toe mogen leggen. Dat we de kinderen mogen leren om, om gewoon deze dingen ons daarop toe te leggen. Zo onderscheiden, zo mooi. En laat het zijn tot verheerlijking van uw naam. Tot opbouw van uw koninkrijk. Laat het zijn in ons en in de gemeente. Tot geloofsgroei. Tot groei in kennis en genade van Jezus Christus. Dat we de oneindige rijkdom, dat we ons daarin mogen verheugen. Heren, wat een geweldig voorrecht is het om uh, u zo te mogen dienen. En wat zou het fantastisch zijn om in alle wijken van Almere dit tot leven te mogen zien komen. En ik bid u, weet, wilt u dat diepe verlangen geven nu door de prediking van uw woord in de harten van iedereen? Ik kan het niet, heren. Ik, ik, ik heb uh, letterlijk alles voor gedaan om het over te brengen. Maar plant u het in de hart, de Heilige Geest, van ons allemaal. En ga mij daarin niet voorbij. In Jezus' naam. Amen.